Ondertussen ben ik in Den Haag, waar ik op het Binnenhof een afspraak heb met Alexander Pechtold. Hij was de beste politicus van 2009 en won een klare taalprijs. Ik ben toch wel eens benieuwd of hij ook zo klaar is voor ons. Klare taal, dat is wel een beetje het item in de Tweede Kamer de laatste tijd, als ik zo kijk naar Wilders en Rutte. Ja, wat ach. Ja, wat doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Ja, soms is het een beetje te klaar. Dan snapt iedereen het wel, maar dan denken ze, ach, moeten we dat nou in de Tweede Kamer horen? En daar gaan we ook wel weer over praten. Maar ik vind het in ieder geval belangrijk dat mensen veel naar de politiek kijken en een oordeel hebben. Vorige keer interviewde ik Rita Verdonk en zij had ook een vraag aan u. Laten we daar even naar gaan kijken. Dus Alexander, graag een antwoord op deze vraag. Leg jij nou eens uit aan al de jongeren waarom je zoveel weg wil geven aan Europa? Wat vindt u ervan? Moet er minder macht naar Europa? Er is al heel veel macht in Europa en daar hebben we ook heel veel aan te danken. Van al het geld dat wij hier verdienen is 70 cent van iedere euro komt omdat we internationaal kunnen handel drijven. Dat studenten kunnen gaan studeren in het buitenland. Dat je een vriend of vriendin, dat je verliefd kan worden in het buitenland. Dus ja, zeker de 21ste eeuw. Natuurlijk is Brussel belangrijk. Alleen we moeten wel goed regelen dat het Europees Parlement dan ook wat te zeggen heeft. Zou u graag meer geld in het onderwijs willen zien? Ja, bijna alle partijen hadden beloofd, net zoals D66, dat er meer geld naar het onderwijs moet. Dat is niet alleen geld natuurlijk. Als dit kabinet daarop bezuinigt, dan ontneem je eigenlijk jongeren kansen. Had u vroeger ook een leraar waarvan u dacht, nou daar had ik helemaal geen zin in. Tegen dat uur keek ik altijd op. Wiskunde. Laten we even gaan naar wat vragen van onze kijkers. Wordt er niet gekeken naar een beter systeem om studenten tegen een beter tarief te huisvesten? Dat scheelt namelijk ook weer stufie. Ja, maar dat doen veel gemeentes. Die proberen echt ook een studentenhuisvestingsbeleid te voeren. Ik merk dat in de steden waar D66 groot is, in Delft, in Leiden, in Wageningen, dat er ook beleid op is. Dat je bijvoorbeeld een kantoorgebouw wat lang leeg staat als studentenhuisvesting tijdelijk geschikt maakt. En dus moet je creatief zijn. Maar toen ik ging studeren was het al een probleem en nu nog. Dus er moet wel wat aan gebeuren. En waar heeft u gewoond in uw studententijd? Leiden. 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 De studentenstad. Dat is echt een studentenstad. Maar ik had ook wel even de tijd nodig om een leuke kamer te vinden. Had u een leuke studententijd? Ik had een hele leuke studententijd, ja. Ik heb ook deze week weer 5 stellingen en daar mag u alleen maar ja of nee antwoorden. Laten we beginnen. Dreigtwitteraars moeten harder worden aangepakt. Ik vind dat mensen wel bewust moeten zijn wat is de inhoud van je tweet. Maar er is laatst iemand die een paar politici had bedreigd voor 17 dagen cel veroordeeld. En dat vond ik wel stevig. Vindt u dat uw eigen tweets kunnen? Maar ik zet er tegenwoordig altijd maar een smiley achter. Omdat mensen het anders denken van, meent hij dit serieus? En natuurlijk foto's van uw vakantie in Texel. Ja, inderdaad. Vakantie voor Texel met een mail bovenin. Ja, soms moet je met een twitpik. Soms kan je met een foto meer laten zien dan zelfs met 140 tekens. Seksuele voorlichtingsfilmpjes horen na 8 uur op televisie. Nee, die moeten de hele dag kunnen worden uitgezonden. Een beetje schelden in de Tweede Kamer moet kunnen. Nee. Gymnasia moeten beter hun best doen om allochtonen jongeren te trekken. En allochtonen moeten beter hun best doen om op het gymnasium te komen, allebei. Joren van der Sloot moet levenslang krijgen. Daar gaat de rechter over. Volgende keer spreek ik met Anoushka van Miltenburg van de VVD. En meneer Pechtold, heeft u daar misschien een vraag voor? Ja, natuurlijk, maar wil ik wel die microfoon. Beste Anoushka. We hebben als VVD, als D66, vorig jaar campagne gevoerd, allebei voor het onderwijs. En tot mijn schrik bezuinigt dit kabinet op onderwijs. Er komt geen extra geld. Waarom geven we jongeren niet meer kans door te investeren, ook nu, in onderwijs?